automático. Estou a voar automático. Heel de broeders en zusters. Sint Joris te verkaren, vandaag koningsgieter. Pieter heeft de koningsgeest afgedaan, is dan ook nu geen koning meer. We hebben er op een moment, dit kwam ook een koning, dan wordt er om geschoten. Wij schieten voortaan op de vaste vogel. Zo direct beginnen we eerst met de burgemeester, Stoor, de keizers en de koningen van de zustergilde. Dat is de normale procedure. Daarna, de vogel wordt vervangen trouwens door de twee koningen van de zustergilde. Als de genodigden geschoten hebben, dan gaat de boom opnieuw naar beneden. Twee koningen van de zustergilde gaan opnieuw bekijken of alles in orde is. Met dezelfde vogel gaan we weer omhoog, gaan we naar binnen toe, het gilde. Om een lijst op loting te maken van degenen die mee willen schieten, want iedereen hoeft niet mee te schieten, is er zelf in. Iedereen van het gilde bij ons in Sint Joris heeft een brochure gekregen waarin staat wat er te doen staat als hij koning schiet. En ook graag, en dat weet ook iedereen, dat ze mogen rust mee schieten, mag iedereen, maar schiet hem er niet af als je zeker weet dat je hem terug wilt zetten. Dat kost alleen maar een hoop tijd, als je van tevoren af weet dat je dat niet wil, schiet hem dan niet. Maar ze weten dat. Ik zou beginnen met het officiële gedeelte en daar moeten we de boom laten zakken om de leutvogel die er nu op staat, die moet vervangen worden door de officiële koningsvogel. En daar zou even iemand een touw voor regelen en dat gaat gebeuren. Het begeleiden van het schieten gebeurt altijd voor de bestuursleden die niet meedoen. Dus ik wil zeggen, in ieder geval weet ik zeker dat Frank van der Pas niet meeschiet. Ik schiet niet mee als bestuurslid. En onze keizer, die zijn in ieder geval die drie mensen, die zijn op dit moment voor het koningsschieten, alleen voor het koningsschieten, de schietcommissie. Die regelen de boel. Zijn er nog andere leden, dus Jan van der Pas, Theo Kluitmans en Marcel van Tuil. Als die meeschieten, zitten ze niet in die commissie. We gaan hem veranderen. Jongens, willen jullie de twee koningen de vogel veranderen? Ja, ja. Ik kom er vast op zo. Ja, ja. Ja, maar wij lopen hier. Ik moet er helemaal voor vooruit. Lekker. Waar zijn de vogels? Heb ik even twee mensen die de vormen opgaan? Ja, die
Dat is op schildraad. Tussen de overtjes in, denk ik. Nee. Om de buiten te gaan. Dat breng ik mee. Ja? Je hebt het eerst druk. Anders zijn er al minuten voordat je het hebt. Ik kom zo op. Okay. Van de pijl en boven. Twee van de drie. Nou. Ik vind het netjes. Ja, hè? Ja. En dat voor een vrouw? Ja, ja, dat doet dat niet goed. Dat is niet te weten, hè? Nee, nee.